Influencer Lizzie van der Licht, bekend als ondernemer en partner van Yuki Kempes van Criss Cross Amsterdam, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat mishandeld in Den Haag. Haar verloofde deelt het schokkende nieuws op Instagram, waar hij vertelt dat Lizzie zonder reden werd aangevallen en in het ziekenhuis belandde. Het incident vond plaats nadat Lizzie een avondje was gaan stappen in Den Haag en op weg was naar haar ouderlijk huis. Terwijl ze uit de taxi stapt, ziet ze een man en een vrouw zitten, die ze zonder interactie passeert. Plotseling merkt ze dat ze achtervolgd wordt en voordat ze het weet, wordt ze door de man in haar gezicht geslagen en valt ze op de grond. De aanvaller springt vervolgens achterop de fiets bij de vrouw en laat Lizzie gewond en verbijsterd achter. Lizzie's gezicht raakt zwaar gewond en ze moet in het ziekenhuis gehecht worden. Voorheen voelde ze zich nooit onveilig, maar nu wil ze haar verhaal delen om anderen te waarschuwen. Ze roept vrouwen en iedereen op om voorzichtig te zijn wanneer ze buiten zijn, omdat er blijkbaar mensen zijn die zonder enige reden geweld gebruiken. Yuki, die op het moment van het incident niet aanwezig was, rijdt vol woede en onbegrip naar Den Haag en treft Lizzie aan met een zwaar gehavend gezicht. Ondanks zijn emoties en bezorgdheid, vervult hij zijn professionele verplichtingen en treedt hij op tijdens twee grote shows op zaterdag. Hij staat op het podium met een gebroken hart en denkt aan alle vrouwen die later die avond naar huis moeten. Hij benadrukt de absurditeit en onveiligheid van de wereld waarin we leven, maar is vastberaden om samen met Lizzie door te gaan. Het gewelddadige incident heeft veel opschudding veroorzaakt, en het stel deelt hun verhaal om aandacht te vragen voor het probleem van zinloos geweld. Ze willen vrouwen en iedereen aanmoedigen om alert en veilig te blijven, zelfs in situaties waarin ze zich voorheen niet bedreigd voelden.